We zijn een keer live op woensdag, het is niet anders. We zijn een keer live op woensdag, het is niet anders. Maar we gaan er toch een fantastische show van maken. Niet dat er zoveel gebeurd is. Maar gelukkig kunnen jullie ons helpen door in te bellen in de tweede helft van de show. Anders. Heel veel plezier op deze mooie woensdag. We zijn een keer Tom live op Peter met GN Radio. Gamersnet Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Turtle Beach Headsets. Het is weer tijd voor de show der shows. Wekelijks plezier. Ben je ook klaar voor een heerlijk uur? Je hoort en ziet het hier. Hou je van Xbox, PlayStation, PC of Nintendo? Het maakt niet uit, want jij bent welkom bij Gamersnet Radio. We beginnen zo. Mensen, welkom bij aflevering 271 van Gamersnet Radio. We doen het eenmalige keer op woensdag. Het is niet anders. Maar superleuk dat jullie er wel allemaal zijn. Er is echt helemaal geen fuck gebeurd deze week. Maar dat maakt niet uit. We gaan er toch een feestje van maken. F1 is bijvoorbeeld uitgesteld. Halo 3 ODST komt eraan. We hebben natuurlijk ook nog heel veel vragen van jullie. Hopelijk straks aan de telefoon. Er is nieuws over Guitar Hero Live. We hebben een review van The Witcher 3. Dat hebben we ook heel veel gegamed deze week. Kortom genoeg om te bespreken. Deze nieuwe aflevering van Gamersnet Radio. Tof dat jullie er zijn. Awesome hype. Come on! We beginnen zo. Gamersnet Radio. Yo, welkom bij het warme bad dat Gamersnet Radio heet. Het wordt een fantastische show, hoop ik. Ik heb eigenlijk geen idee of het dat wordt. We hebben het wel lekker druk gehad al vandaag op GNHQ. Het is een zonnige dag, een echte woensdag. En normaal hebben we woensdag helemaal geen tijd voor Gamersnet Radio. Want op woensdag nemen we ondertussen op GNHQ op. En de Tom & Paige Hot Coffee Show nemen we woensdag op. En dan hadden we vandaag ook nog eens hooggeëerd bezoek, Tom. Nou ja, hooggeëerd. Het waren gewoon vier kinderen die aanbelden. Het waren Sebastiaan, Lars, Allard en Sven. Ja, toch? Ja, Sven. Ja, Sven. Ja, die stonden in één keer voor de deur. Echt ja. Super wazig eigenlijk. Heel, ja, heel buitenaard of zo. Heel, ja. Niet van deze wereld. Dus ik heb vandaag een banaan gesigneerd. En nee, dat is niet dubbelzinnig. Nee, het was letterlijk een soort knuffelbanaan. Een knuffelbanaan. Ik heb hem ook gesigneerd. Ik heb er ook aangezeten met mijn vieze vingers. Ja, met je klauwen. Ja, er zit wel een beetje. Ja, er zitten een paar vlekken op nou op die banaan. Maar ja, dat maakt niet uit. Ja, nee, dat zijn bananen voor. Nee, precies. Weird. Ja. Nee, nou, maar echt, niet, kinderen, wel. Foto's, handtekeningen, alles. Hartstikke leuk. De YouTubers die zijn in opkomst. Nou, hartstikke tof. Neemt niet weg dat gamersnet.nl nog altijd de voorrang heeft. We gaan iets veranderen in het rooster. In de manier waarop. In het YouTube-programmering schema, ding, rooster. We gaan YouTube achterstellen. Ja, we gaan YouTube achterstellen. Ja. Weg ermee. Het is een overrated site. We hebben daar geroken. We vinden het helemaal niks. Je hoort het van gamers net als eerst. YouTube is overrated. Dus alles wat we normaal altijd parallel deden. Bijvoorbeeld dat je tegelijkertijd zie je de Hot Coffee Show. En ondertussen zeg maar op Gamersnet en op YouTube. Nou krijg je dus dat alles op YouTube een dag later komt. Dus afgezien dan van dingen zoals bijvoorbeeld Gamersnet Radio gaat wel weer op hetzelfde moment online. Omdat dat direct van Twitch komt en zo. Ja. En Gamersnet 1 minuut blijft ook. Gamersnet 1 minuut ook. Anders is het heel laat. Ja. Maar Gamersnet Gear en Game ondertussen HQ en Hot Coffee Show gaan een dag later verschijnen op YouTube van de volgende week. Ja, dus het is niet meer dinsdag, woensdag, donderdag. Het is
woensdag, donderdag, vrijdag. Dat is niet waar. Het is nog altijd dinsdag, woensdag, donderdag. Ja, maar op gamersnet.nl. Ik wou zeggen op YouTube erachteraan. Dus weet je, ik benadruk dat YouTube in dit geval slechter is. En dat gamersnet.nl beter is. Ja, maar we houden van iedereen. En ook voor mensen zoals Arend Jan. Wil je weten wanneer we live zijn? Dat staat dus ook alleen op Gamersnet. Gaan we niet aankondigen op YouTube. Gaan we niet aankondigen op Twitter altijd, continu. Want dan zijn we elke avond aan het aankondigen. Op gamersnet.nl staat wanneer we live zijn en wanneer niet en waarom niet en dat soort dingen. Bijvoorbeeld dus ook dat je had het kunnen weten dat we nou live zijn en waarom als je op tijd op gamersnet.nl had gecheckt. Maar bedankt voor je innerlijke deelneming. Het gaat over de vader van mijn zwager. Lieve man. Dus ik heb... hoe was de gathering, wordt gelijk gevraagd. Nou, was hartstikke leuk. Ik denk dat we het er later deze show nog wel over gaan hebben. We maken even een aantekening in ons draaiboek... dat we het daar inderdaad nog even over moeten hebben, want dat moet ook. Ik maak een aantekening met mijn denkbeeldige pen. Ja. Ja. Ik bedoel de piemel. Maar wat heeft de redactie gegamed? Als elke week vragen wij ons af, wat heeft de redactie gegamed? Maar wij vragen ons ook af, wat hebben jullie in godsnaam gegamed deze week? Dat willen we ook weten. Laat het weten in de chat of laat het weten in de reactie. Als je dit later terugluistert. Of radio@gamersnet.nl. Ja, of radio@gamersnet.nl. Maar jongens, veruit de meest gegamede game van deze gameweek is The Witcher 3. Ja. Dat kan bijna iedereen op zijn konto schrijven. The Witcher 3 Wildhunt. Wildhunt. Ja, dus The Witcher 3 is gespeeld. Michiel die heeft de review gedaan. Daniel heeft hem gespeeld. Daniel Pietsma heeft gespeeld. Ik heb hem gespeeld. Kortom, heel veel Witcher. En dat is natuurlijk hartstikke vet. Ja, heel veel Witcher. Ik moet er nog aan beginnen. Ga je eraan beginnen? Ja, tuurlijk. Ik krijg hem bij mijn videokaart. Dus als ik mijn nieuwe PC heb, dan heb ik meteen The Witcher. Dus dat is meteen een goede game om even te testen hoe mijn PC is. En gratis, man. Hell yeah. Ja. Maar ik heb nooit ook eerder een The Witcher game gespeeld. Dus het voelt een beetje raar om nou te kopen. En dan zou ik ook nog 1 en 2 erbij moeten halen. Nee, maar 1 en 2 kom je ook gewoon niet doorheen. Dat is helemaal kut. Ja, het is ook te ver geleden. Nou, daar had je destijds bij moeten zijn. Ja, had je bij moeten zijn. Ja. Had je bij moeten zijn. Ik was erbij. Ik was er niet bij. Dus ja, sorry. Had je bij moeten zijn. Precies. Ik heb hem thuis ook. Ja. Hartstikke goed, Tom. Gaat hartstikke lekker mee. Ja. Het komt door die monster. Superveel energie out of nowhere in één keer. Ik vind het zo vies. Deze is echt lekker. Laat eens een proefje ruiken. Zeg maar, ken je Orangina? Orangina! Ja, maar er zit pulp in. Zit pulp in? Nee, het is zonder de pulp. Maar het is Orangina zonder de pulp. Dus eigenlijk gewoon Fanta. En dan voor de rest... je proeft geen energy. Het is gewoon Fanta met energy erin. Maar zit er energy in? Er zit zeker energy. Anders heet het toch geen monster. Kom op. Is Monster alles met energy? Volgens mij is Monster altijd alles met energy. Wij moeten daar nog even over uitleggen. Want er zijn allemaal mensen die denken dat wij... Het logo heet ook Monster Energy. Het staat erop. Ah, ik zie het. Ja. Ja, het staat erop. Ja, hartstikke goed. Okay. Bedankt voor je bijdrage. Ja, maar er moet even wat duidelijkheid zijn over de hele Monster affaire. Wij hebben geen sponsoring met Monster. Alleen ze waren langs bij ons om dat zeg maar te verkennen. Of dat mogelijk is. Ja, en daarbij... Als ze dus zo'n verkenningsronde doen, dan droppen ze dus van die pallets vol met pallets die, met shit. Dus wij dachten, oh, daar gaan we lekker mee aan de haal. En dan gaan we even super dikker opleggen dat we onze ziel verkocht hebben. Ja, dus dat was eigenlijk het grapje. Maar er is nog geen deal, maar ik hoop het wel. Ja, maar mensen waren al echt aan het flippen met jou met de video van de Dutch YouTube Gathering. Want daar word je dus gespot met een blikje Red Bull in je hand. En iedereen was, oh mijn god, hoe kan dat? Ik ga het doorvertellen aan Monster. Ja. Peter, die speelt gewoon, die zit gewoon Red Bull te drinken. Hoe kan dat nou? Ik ga het zeggen. Ik ga het zeggen, ook vooral. Ja. Hartstikke goed. Leo Stauri is bezig in Project Cars. Willem met Super Smash Bros. Valentijn is bezig met de review van Woolly World. Woolly World, yay. Dus is Woolly World. Ja, dat is vet toch? En Ries is uiteraard verslaafd in Destiny. Ondertussen op GNHQ, wat is deze week allemaal gebeurd? Of in dit geval, wat staat er te gebeuren deze week op Gamerset Headquarters? Nou ja, gisteren hadden wij de review van de MacBook, de nieuwe MacBook. Nou, en Gamersnet ontplofte werkelijk. Ja, het was heel, heel apart eigenlijk. Want sowieso het feit dat Apple dingen behandeld werden op Gamersnet is al bizar. Ja. Maar het feit dat zowel Elmar als Peter niet te spreken is over een Apple-product, ongefucking kent. Ja. Dat is echt... Nee, dat is waar. Het is het eerste waarvan ik jou ook hoor zeggen van, nou ja, dit is absoluut niks. Meestal heb je altijd wel iets met Apple. Zo van, ja, oké, het is misschien wel wat duur, maar het is het wel waard, want het loopt altijd goed. En dat is ook zo. Maar die MacBook, dat is niks. Die nieuwe MacBook is niks. Ik hou het bij mijn oudje. Ja, dat is... Daar is ook niet meer op te editen, want het werkt allemaal niet meer. Nee, maar je kunt het tenminste mee uit de voeten. En het heeft een prima batterijduur en zo. Het is niet gewoon een veredeld tablet. Dit is gewoon een laptop met een Mac-logo erop. Niet een iPad met een toetsenbord eraan. Ja. Vandaag verschijnt nog, gaat straks verschijnen, ondertussen op GNHQ ons wekelijks video-item met wat er hier allemaal gebeurt op GNHQ. Dat is in dit geval wat te doen bij de E3. We vragen het jullie. We gaan binnenkort reizen wij af naar de Los Angeles. En dan gaan we de E3 weer verslaan. En we willen graag tips van jullie hoe we dat het beste kunnen doen. Morgen verschijnt Tom en Peter's Hot Coffee Show. En de stelling gaan we alvast verklappen. Gaan we die alvast verklappen? Ja. 2D games hebben hun tijd gehad. Ja.
Dus echt tweedimensionale games moeten... Of ja, moeten dat dood. Was de stelling. Ja, dat zegt Peter en ik ben er niet van overtuigd. Maar goed, nou, dat ga je allemaal morgen zien. Ja, we hebben ook twee reviews gehad deze week. Action Hank 7,5, review door Michiel. En dat had ik al behandeld vorige keer. Dus en The Witcher 3, ook door Michiel. Die is wel lekker aan het reviewen. Een 9.0. Yes. Nou, dat was een beetje wat er deze week is gebeurd. Jongens, bereid je alvast voor, want in de tweede helft van deze show... Want het is natuurlijk een show... Daar gaan we met mensen bellen. Dus als je wilt bellen, moet je dat gewoon doen. Dat is 0580-020309. Voel ons even toe. Gamers het radio aan elkaar op Skype. Ik zag dat heel wat mensen ons hebben toegevoegd weer op Skype. Nou, hartstikke leuk. Jullie kunnen in de tweede helft jullie mening spuien over de E3 of over games die gaan komen. Dit is allemaal vet. Super. En voor mensen in de chat, de E3 is de grootste gamebeurs ooit. Ja, en lol E3 verslaan, is het een monster of zo? Ja, ik zou niet te veel aandacht vestigen op dat soort grappen. Het is geen grap, volgens mij meent hij het. Volgens mij snapt hij echt niet dat verslaan een werkwoord moet is. Moet lief doen tegen Arend-Jan. Arend-Jan is ook lief voor ons. Behalve dat hij onze site kut noemt. Ja, jij bent zelf kut. En hij vindt Daniel ook heel saai. Je bent zelf saai. Gewoon waar Daniel bij was. Zo van, ja, ik vond die streamer van gisteren eigenlijk echt heel saai. En dan Daniel zo, oh bedankt hè. Ja, later. Hey jongens, we gaan naar de game van de week. Games liggen er vanaf deze week in de winkel. En wat is de release van de week? Yo, wat is deze week? Volgende week verschijnt dus helemaal geen ene reet, behalve Hatred. Is Hatred de enige game die verschijnt? Nou, volgens mij verschijnt er nooit iets. Ik ga wel Hatred, ga ik eventjes goed voor zitten. Voor de review? Nee, ik review niet meer. Maar ik wil wel weten wat het is. We gaan wel een review doen, neem ik aan, toch? Zeker weten. Ja, ik wou net zeggen, het is een game, dus... Tuurlijk. Ik vind het een beetje raar dat sommige mensen zeggen van ja, dan moet je niet reviewen, want dan promote je het. Nee, we reviewen altijd om te reviewen. Het is niet om te promoten of af te zeiken. Dat is wat we doen. Tenzij we heel veel betaald krijgen. Ja, nee, tuurlijk. Hey, als die gasten van Hatred gewoon met biljetten over de toonbank komen, dan vind ik het ook allemaal prima. Ja hoor. Maar topspel kopen, ja. Hoezo 18 plus, geef het gewoon aan je kinderen, die vinden het fantastisch. PG alles. Ik heb hem zelf ook. PG ja. Alles, ja. PG ja. Iedereen. PG iedereen. Ook jij. Ja, nu. Kopen. Halen. Dan is PG echt zo omgekocht. Ja, 9 juni komt verder die Elder Scrolls Online. Eindelijk naar consoles. Maar dat is alweer een beetje later. Dus alleen eentje verschijnt. Ja, we gaan het zien wat we ervan vinden. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd wie hem van ons wil reviewen. Ja. Ik ben toevallig veel te druk. Waarmee? Life is Strange en de MSI GT80 Titan. Er wordt nou ook al gewoon ingebeld in de show. Fantastisch. Ja, er wordt nu al ingebeld. Nou, hartstikke goed. Ik ben ook helemaal weg ook. Je bent helemaal weg? Ik weet ook helemaal niet wat ik moet doen. Volgens mij zit je hier nog. Ja, nee, ik ben er wel. Maar zullen we naar het nieuws gaan vast? Ja, dat is wat we inderdaad moeten doen. Fijn dat je jezelf weer hebt herpakt. Ja, dankjewel. We gaan naar het Games het Nieuws. Oh, dat doen we met dat deuntje. En weten jullie trouwens dat in dat deuntje zit een hele kleine vertraging die heel vet is. Poem, poem, poem. Hij doet eerst deuren. En dan... Even dat je net een fractie... Ja, ik snap hem. Ja, ik heb hem ook te vaak gehoord. Ja. Oké, daar gaan we nu heen. Allard het Boefje is aan het bellen. Nou, Allard het Boefje, je wacht nog maar even. Tot zo. Rapalje. Wat is er deze week allemaal gebeurd in de wondere wereld der games? Je hoort het in het Gamersnet Radio Nieuws. Ja, want... sorry, dat moet ik al doen. En oh, wat is er weer veel gebeurd deze week in de wondere wereld der games. Ik ga Skype even uitzetten, want het bloed irritant. Tom, trap af. Ja, Formule 1 2015 is uitgesteld, joh. Er zijn ook screenshots van vrijgegeven. Maar ja, hij gaat dus niet zo snel meer verschijnen. De release staat nu gepland op 10 juli. Wat laat is. En wat een rare datum ook. Dan zit iedereen met zijn bips in het zand in een ver land. Ja. Nee, maar Formule 1 is altijd al wat later. En het werkt niet zoals FIFA van we lopen altijd een jaar voor. Maar het is altijd het jaar waar we in zitten dat verschijnt. Maar ik vind 10 juli. Dan zijn we alweer over de helft van het jaar of zo. En dan moet nog een 2015 versie van Formule 1 verschijnen. Ja. Ik ben wel benieuwd, want het is echt zo'n game die niet kapot kan onder de fans. Je hebt van die gasten die kopen het gewoon keer op keer weer. Die gaan telkens los. Zelfs FIFA, hè? Ja, een beetje als FIFA, maar dan veel niche. Maar we gaan natuurlijk nu voor het eerst met Max Verstappen aan de slag in de game. Dat is wel een dingetje. Ja. Ik hoop wel dat ze hem een beetje goed erin hebben gestopt dan. Nou ja, hij rijdt ook awesome. Hij rijdt ook awesome. Ik hoop dat hij net zo awesome, dat hij dik OP is in de game. Echt ja. Super overpowered gewoon. Ik snap de OP. Snap je OP wel? Ja. Ik dacht, ik zeg het er serieus even overpowered bij, want heel vaak zijn dat soort dingen die je niet begrijpt. Ik snap hem. Oké, goed zo. Goed zo, trots op je. Dank je.
Okay. Ik snap en, wel jouw lingo en door. Ja, nou ja, OP is meer een soort gamerterm, niet echt straattaal. Ja, maar zo, ik weet ook wat bijvoorbeeld RPG betekent. Weet je wat LOL betekent? League of Legends of Laughing Out Loud. Netjes. En GG? Good game. GG no re? Nee. Dat is good game, no rematch. Ah. Zo van, good game, maar ik wil het niet nog een keer proberen, want misschien win ik niet. Oh, oké. Okay. Omdat je pussy bent. Ja, ja, dat typ ik natuurlijk nooit. GG no re is wel een dat beetje... Dat typ ik natuurlijk nooit. Dat is echt als je net wint. Dat is al, oh, good game, ik heb gewonnen. Houden. Ja, ja, ja. Tot ziens. Ik hoef je niet meer te zien, nooit meer. Ik heb gewoon je gewonnen. Doei. Ja. Ja. Hmm. Zo, die monster doet echt dingen met je. Hey, de Wii U-versie, we houden het even bij de auto's. Hè. De Wii U-versie van Project Cars zal mogelijk nooit verschijnen. Nou. Dit zagen we echt niet aankomen. Dit nee, het was echt als een donderslag bij heldere hemel. Ja, nou ja, want het was zo'n enorm ambitieus project en het werd zo enorm goed ontvangen en ja, het feit dat die Wii U versie al een soort nog geen datum had, terwijl de rest van de versie allemaal inmiddels al is verschenen. Ja, het is jammer. Sowieso, alle versies van de New Gen consoles lopen in ieder geval allemaal op 1080p 60 frames per seconde. Of in ieder geval, dat was het streven. Bij de Wii U hebben ze altijd al gezegd 27p 30 frames per seconde. Zo van, nou, we gaan het niet eens proberen mooi te krijgen. Maar momenteel haalt hij met moeite 23 frames. Dat vind ik wel... Ik vind het voldoende. Ik heb Assassin's Creed Unity gespeeld. Ik vind het meer dan zat. Met een race game 23, dat is wel heel moeilijk hoor. Nou ja, ik zou het kunnen. Ja, jij bent gewend aan 10 frames per seconde. Ik heb een Xbox One, dus dan ben je er sneller. Boeiah! Oh, shots fired. Oh, ja. No, he didn't! Oh, no, he didn't! Ja, nee, ik moet wel zeggen, als je een paar keer op PC gamet en je gaat weer terug naar de Xbox One, dan denk je, auw. Ja, nee, snap ik. Oké, jongens, we hebben een release datum erbij. Until Dawn, die komt in augustus. Ook weer zo'n rare periode. 26 augustus, dat is ver na de Gamescom. Ik weet niet waarom ik dat zeg, maar dat is normaal was dat tijdens Gamescom. En dat is nu 3 weken na Gamescom. Ja. Nog release datum, Halo 3 ODST is vanaf aanstaande vrijdag beschikbaar. Voor de Master Chief Collection. Er werd onder de SDFL gerant op de game. Salim. Ja. Ja, die game heeft wel een hele slechte release gehad. Natuurlijk. Ja, maar heel hij vindt veel. Het nog steeds kut. Dus, maar hij draait op 1080p met 60 frames per seconde. Nou, hartstikke goed. Hartstikke en hij leuk. Is dus wel 1. Of 8.1 gig. Ik vind dat, weet niet of dat veel is. Dat is wel weer, ja, weet je, als je bedenkt dat je een halve terabyte hebt op je Xbox One, die zit wel snel vol. Die zit heel snel die vol. Die zit echt, en dan met dat je elke expansion en elke patch is weer een paar gig eraf. Dus dit, ja, dat, ja, ik ben daar ook bijna doorheen. Ram vol. Zijn nou, moeder ook? Het RAM zit niet vol, maar de andere geheugen wel, ja. Stel voor dat we het voortaan gewoon weer op vrijdag doen. Want ik merk dat het niveau op woensdag echt bijzonder veel lager is ligt. Is het op vrijdag hoger? Nou, de afgelopen 2 shows zaten natuurlijk wel bomvol met niveau. Ja, dat is waar. Dat zat ik er niet in. Yeah, ik heb het nest wel gemist hoor, dit stoeltje. Dit stoeltje? Ja. Ja, ik heb er veel gezeten de laatste tijd. Maar het was weer 3 weken geleden of zo. Ja, lekker man. Rockstar klaagt de BBC aan om de GTA docudrama. Dat begreep ik al niet. Ik begreep al niet dat de BBC dat zomaar kon maken. Zomaar zonder... Dat werd aangekondigd. Kijk, de BBC is een zender in Engeland. Mm-hmm. We hebben een paar zenders, hè? Bijvoorbeeld BBC 1, maar bijvoorbeeld ook BBC 3, maar ook BBC 2 en 4 hebben ze ook. Dus die hebben allemaal van die zendertjes en maken ze dan televisieprogrammetjes voor. Nou ja, televisieprogrammetjes, de duurste op aarde, maar oké. Nou. Ik wil niet heel veel zeggen, maar Top Gear echt. Ik wil niet heel veel zeggen, maar HBO. Toen, Top Gear levert heel veel geld op. Dat is alleen maar gesponsorde troep. Want je ziet wat die shots zijn. En bij Game of Thrones heb je niet zo heel veel drones nodig. Het is toch allemaal CGI en... Geen helikopters. CGI? Dude, dat is allemaal dat echt is allemaal, gebeurd. Ja, dat is gewoon dope. Had je dat laatst gehoord? Snoop Dogg zegt van... ja, ik vind Game of Thrones wel dope om te kijken. Want dan leer je nog eens iets over de aarde. Snoop Dogg denkt dat Game of Thrones... Nee, dat denkt hij niet. ...geschiedenis is. Dat denkt hij niet. Oké, maar ik vond het een leuk feit. Het stond in één keer op internet. Mans zegt hallo. Hallo, Mans. Yo, Mans, what up? Yo, what up? Nou, Rockstar die... wacht even. De BBC ging een docudrama maken rond GTA. En in deze film vertelt het verhaal over de Rockstar-broertjes Houser. Dat zijn de oprichters. En focust zich op de controversie die de eerste GTA destijds veroorzaakte. En, de BBC-film heet Game Changer. Maar nu heeft Rockstar gewoon gesuut. Maar dat snap ik heel goed. Maar je kan er niet zomaar... niemand kan er zomaar een film over mij maken. Stel je voor. Iemand komt, ik zou het super vet vinden. Ik zou het vooral doen, hoor. Nee, laat je niet tegenhouden, hoor. Ik ben wel echt voor een arthouse film van jou. Ja, ik ook. Gewoon echt een of andere... Super artifarty. Super artifarty. Ja. Echt gewoon... Met alleen lagen. Maar midden in de nacht op Nederland 2 uit wordt gezonden. Ja. Echt gewoon... Ik ben voor. En helemaal in sepia gefilmd. Ik ben zo voor. En continu oude focus. Ja, alle rare shots van jou. Ja, dan. En dan echt bijvoorbeeld heel erg ingezoomd op dit stuk. En dan
Peter, minuten lang. Ja, en dat is dan mooi. Dat we fragmenten van Jan Wolkers gebruiken als voice-over. Ik ben voor. Ja. Ik ben zo voor. Ik wil dat. Maar goed. Maar als ik dan zou willen suwen, als iemand een documentaire van maakt, en ik zou willen suwen, dan kan ik dat toch gewoon doen? Ik denk het wel, ja. Maar dit gaat ook wel over bedrijven en grote bedrijven. Dus dan, ja, dat zal weer heel anders, rechtmatig heel anders werken. Misschien hadden we even een studentrecht hierop uit moeten nodigen. En gewoon vragen van, kan dit? Mag dit? Ja. Mag dat? Rick Zonder C zegt, ik ga die film wel maken. Leuk. Take-Two heeft gerechtelijke aanklacht ingediend tegen de BBC. De GTA-uitgever probeert ermee, naar eigen zeggen, het intellectuele eigendom van zowel zichzelf als Rockstar te beschermen. Nou, lijkt me hartstikke goed. Het was ook niet echt een GTA-documentaire. Jawel, het was meer een documentaire over Rockstar. Hoe zij GTA neerzet of zo, toch? Hè? Het was niet een GTA-film. Nee, dat is een documentaire. Heel veel mensen dachten dus dat het echt ging om een soort film die gaat over GTA. Maar het is een documentaire over hoe Rockstar... Maar Daniel Radcliffe zat er ook in. Ja, dat was een beetje het misleidende van het hele verhaal. Want dat is toch een acteur. Dat is echt een acteur-acteur, ja. Als in speelfilm. Die is trouwens ook echt artifarty tegenwoordig. Ja. The Women in Black? Of wat was I don't know welke pornofilm die nou is. The Black and the Women? Ja. Man in Black Man. Ja, Man in maar, Black Man. Shaving Ryan's Private. With Daniel Radcliffe. Ja. Blackcliffe. Pearl Jam, Tenacious D, ben jij vast blij mee. Ja. En meer toegevoegd aan de setlijst van Guitar Hero Live. Ja, jongens. We hebben een soort van nieuwe nummers voor Guitar Hero Live. Ik heb ook het plaatje uitgeprint waar het allemaal op staat. Ja, wat vet. Ik vind het handig. Het plaatje. Ja, je kunt zien, hè? Zwart-wit. Je kunt zien dat het echt gewoon... Het plaatje, dat we mad money hier hebben. Ja, we hebben mad money. Ik moest vandaag ook nieuw papier halen, want het ging snel erheen. Nou, joh. Drone paper. Ja, nee. Serieus, Guitar Hero Live. Elke Gamers at Radio hebben of een nieuwtje over de setlist van Rock Band 4, of een nieuwtje over de setlist van Guitar Hero. En dit is wel weer een punt voor Guitar Hero. Maar Tenacious D Tribute zat er toch al in? Nee, volgens mij Tribute niet. Een andere van Tenacious D. Waarschijnlijk Fuck Her Gently of zo. Oh. Ik weet het niet, maar goed nummer. Die zat toch in Lego Rock Band? Lego Rock Band. Fuck Her Gently. I'm gonna fuck you softly. En dat je dan echt zo'n Lego poppetje zo hard gefuckt ziet worden dat hij echt in tweeën breekt. Nee, maar serieus, Tribute is wel echt fucking dope. En Pearl Jam trouwens ook. Rise Against zit ertussen. Soundgarden, Anthrax, A Day to Remember. Duidelijk is wel, Guitar Hero Live, je had op een gegeven moment dat nieuwtje dat Skrillex erin zou zitten. Hè? Met die hele initiële setlist. En daar zat heel veel pop tussen. Heel veel Ed Sheeran, Skrillex. Beetje pop, dancey, nieuwe dingen. Maar nou is het wel weer duidelijk dat er ook wel gewoon ruige rock in zit. Ruige rock. Ja, Rise Against, Pearl Jam, weet je, Tenacious D. Dan weet je tenminste dat je echt even los kunt gaan in je woonkamer en niet alleen maar... Maar ook vooral met het zingen. This is just a tribute. Goed lied. Ik vind het ook een goed lied, hoor. A tribute, ja. Ja. Ik heb hem wel eens gecoverd. Ik ook. Lachen. This is just a tribute. Heerlijk, man. Tenacious D. Ga de film ook kijken voor de mensen die hem niet hebben gezien. Ik vond hem een beetje flauw. Ja, maar dat hoort erbij. Het is echt een stoner film. Dus ja, maar dat is alleen maar flauw, saai. Ja, ik weet niet, van lachen. Oké. Okay. Jack Black altijd. Ja. Pluspunten. Ja. Oké. Okay. Nou, dit is een beetje een misleidend bericht, maar ik wil hem toch erbij zetten. Want het gaat over Red Dead Redemption 2, wat geen Red Dead Redemption 2 is. Met 3, want voordat iedereen hem over begint zeiken. Dat snap ik ook wel. Red Dead Redemption 2 is natuurlijk wel Red Dead Redemption 2. Nee, Red Dead Redemption 2 is Red Dead Redemption 2, maar Red Dead Redemption is eigenlijk Red Dead 2. En Red Dead Revolver is deel 1, dus zou er nou nog een Red Dead komen, dan zou het Red Dead 3 zijn. Of het is Red Dead Redemption 2, als in de 2,5... niet duidelijk meer, maar ja, dat... Ja, punt. Dus dat wilde ik zeggen. En, Rockstar San Diego, die maakt die game, hè? Nee, oké, okay, dit is een beetje misleidend. Want die game is helemaal nog niet aangekondigd. Dus misschien hebben we het helemaal nergens over. Maar er zijn heel veel factures verschenen. Want ze willen een graphics programmer hebben. Die heel erg goed is in licht, schaduw, shader en culling technieken. Wat is culling? Jamie. Fox? Sorry. Slechtste games op de radio. Hoezo nou weer? Dat is goed. Ik wil meer awkward silences in GNR. Ja, op zich. Soms is het ook wel fijn. Ik laat me omarmen door de ongemakkelijkheid. Ik weet niet wat culling techniek is. Ik denk dat Erik of zo, die komt nou waarschijnlijk met... Helemaal verhalen. Ja. Nou goed, gameplay programmer. Maar goed, we gaan er niet vanuit dat ze bezig zijn met Red Dead Redemption 2. En daar zijn we heel blij mee. Ja. Die game moet nou wel een keer komen. Maar die komt voorlopig niet, maar die moet wel gebeuren. Ja, maar het is alleen maar de nieuwe game van de Red Dead Redemption Studio. Dus het zou eventueel ook iets compleet anders kunnen zijn. Ja,
Ik denk Beaterader 2. Beater, nou, L.A. Noir 2. Of dan N.Y. Noir of zo. N.Y. Noir. N.Y. Noir gaat nooit gebeuren. Ja, dat het te moeilijk uit te spreken. Noir. Mississippi Noir. Oh, nee, Noir, maar dan... Oh nee, wacht. Nee, dat kan niet. Laat maar. Mississippi Noir. Ja. Mississippi Noir, if you know what I mean. Ja. Sorry voor de... Ja. Het komt ook Guitar Hero Live. Nee. Ik heb zin in Guitar Hero, jongen. Ja? Rock Band 4, ja man. Kunnen we eindelijk weer eens een keer een beetje domme games gaan streamen. Net zoals de Dance Central ooit gestreamd heb. Hoe vet is het als we gewoon Friday Night Live met z'n allen op de bank zitten. Super knullig. Gitaartjes zingen. Drumpje erbij. Lachen. Wanneer komt toch die game uit? Want we gaan stoppen met Friday Night Live. Gewoon helemaal stoppen vanaf met Friday september, Night Live? Ja. Hoezo dat? Ik ben er klaar mee. Oké, cool. Dan kappen we ermee. We gaan wel iets anders doen, hoor. We gaan iets anders doen, iets veel leukers. Daar weet je nog niks van. Ja, YouTube Live. We gaan helemaal weg met Twitch. Nee, helemaal niet. Twitch gaat hartstikke goed. Maar Friday Night Live gaan we iets anders doen. Maar totdat het contract met MSI afloopt. September, geloof ik. Auw. Serieus, nak je jezelf nou echt aan de microfoonarm? Ja, ik doe pijn. Oké. Truly the most awkward Gamers Net Radio ever. Helemaal niet. Maar het werkt ook nooit daar, het streamen. Dus ik wil er vanaf. Het komt door die Elgato in combinatie met XSplit. Die doen altijd moeilijk. En elke update van de Elgato en elke update van de XSplit werken ze weer minder goed samen. Terwijl ik heb dat goedkope ding wat we eerst hier hadden liggen. En die doet het perfect voor mij. Nou, dan hadden we daar ook wel het gezeik mee. Ja, maar bij mij. Ik heb hem nou gefixt. Nou ja, maar werkt bij mij. Het. Want ik ben Tom. Ik ben Tom en ik doe alles perfect. Ja. Weet ik. Ik zei het ook niet als grap of zo. Ik bevestig het toch? Nee, dat is goed. Bedankt. Ja. Dat we dat allemaal even weten. Hartstikke goed. Zullen we wat gaan doen? Want er is nog... Zullen we ons beginnen met de show? Of... Ja. We hebben nou zijn we klaar met deze rehearsal? Ja, de audio klinkt goed. Laten we nou... Er zijn ook al mensen. Oh, doe eens normaal, joh. Heb je al zo'n awkward silence al geprobeerd? Want die doen we straks waarschijnlijk ook een paar. Oh, dus... wacht. Ja. Nou, hij werkt. Oh, jij werkt, perfect. Ja, hartstikke goed. Werkt het programma allemaal XSplit? Ja. Oké, mooi. Dan gaan we ervoor. In 3. Ja. Nee, wordt toch gelijk begonnen over het MSI-contract. Nee, ze gaan wel verlengen. Daar ga ik wel vanuit. Maar gaan we een ander programma bedenken. Iets leukers. Ja. Want we streamen al zo vaak. Misschien willen ze Apple als sponsor in plaats van MSI. Oh ja, want op Apple kun je ook fantastisch streamen en gamen. Echt fantastisch. Alles vragen wanneer kun je bellen naar bijna. Want we hebben nog één nieuwsberichtje. En dat is van Evolve. En Evolve krijgt namelijk een gratis arena-modus. En dat hebben ze iets. Ze hebben ze bedacht omdat het natuurlijk een beetje lang duurt voordat een game op gang komt. Nee. Ik denk dat die game nooit op gang gaat komen. Nee, maar het is best wel leuk als je met z'n allen bij het monster bent. Alleen de route ernaartoe is een beetje te lang duurt dat. Ja, dus het begin van de game is kut. En dat is er nu uit, want ze hebben nou een arena-modus. Ze gooien ze gewoon in de arena, vechten met een beest. Dat is wel beter, maar het feit dat dit nu moet komen. Ja, maar ze hebben gewoon iets geprobeerd. Ik bedoel, je moet ook niet... Weet je, je kan ook wel gaan zeiken op gamers. Die kunnen ook nooit, die hebben nooit een keer geduld voor iets. Ja, dat is wel waar, ja. Maar ik weet niet, ik vond Evolve een apart verhaal. Er was best wel veel hopen voor en toen kwam het en toen... Weet je, maar 3 monsters en de andere is dan weer alleen als je gepreorderd had. En ik weet niet, ik vond het een beetje moeilijk allemaal. Ja, en sowieso het feit dat als je niet bij relaxte mensen zat of je speelt het niet met je vrienden, is er gewoon ook echt niks aan. Want je moet communiceren, anders is het gewoon saai. Ja, nee, klopt. Maar dat is wel van de ontwikkelaars wat moedig. Het is we proberen een keer wat anders. Van Turtle Rock is het heel moedig. En bij Left 4 Dead was het iets nieuws en werkte het perfect. En nou is het iets nieuws en heel jammer dit. Maar... Ja. Hé, maar Dude Guy gast, luister. Ik prefereer Dude. Dude. We gaan ook naar een liedje van Hans Otjes. Daar heb ik namelijk heel veel zin in. Daar had ik eigenlijk vanaf het begin al zin in. Ja. We gaan naar Hans Otjes. We jagen op het monster. Ik vind het zo'n vet nummer. Dit is wel de beste Hans Otjes. Officieel. Absoluut. Echt, sowieso. Absoluut. Ik wil nu
geld sinds mijn jeugd. Waar is Cookie Monster? Yo, Michiel. Hey, is allemaal complimenten over je review, man. Hoe vet is dat? Ik zie nul complimenten staan. Maar jawel. Wat ben je nou allemaal aan het verzinnen? Salim zei goede review. Nee, oké. Okay, op de site ook. Jongens, als jullie de review van The Witcher nog niet hebben gelezen, ga naar gamesnet.nl en checken we de review. Die is gisteren geplaatst. Of vanochtend. Vanmorgen vroeg. En vandaag is dus de dag dat er ook een videoreview van opgenomen gaat worden. Ja, dat gaan we straks doen. Hiep-hoi. Als jij alvast even drie vragen opschrijft... Dan hier heb je papier, het draaiboek van GNR. Het is ook altijd zo... Ja. Hoe noem je dat? Spontaan, zo'n video-review. Het is echt niet alsof er iets... Alsof we iets voorbereiden. Ja, nee. Een en al spontaniteit. Ja. Maar... Er kan gebeld worden. Oh ja, de lijnen zijn open. Ja, en dan weet je... Oh, wacht, zal ik even... Oh nee, ik wil even wachten hoor. Want je kan... Nou, hier heb ik echt zin in. Praat even. Hoezo? Waar heb je allemaal zin in dan? Je bent allemaal bezig in het programma en je hebt zoiets van... Oh, jij wilt natuurlijk dat andere nummertje opzetten. Dat ene jingletje. Ik denk bij de jingletjes mapje. Daar is een soort mapje van. En kijk, nou weet je het werkt, Tommy. Ja, oké. Okay. Ja, Jongens, jullie kunnen vanaf nu inbellen en vanaf nu... Oh, moet ik even Skype aanzetten? Dan wordt inderdaad gezegd... Je kan niet bellen, want ik ben niet online. Nee, klopt. Skype gaat nu aan. Maar we hebben ook een jingletje. Want je kan ook mailen als je wil naar radio@gamersnet.nl. Maar dit is echt zo'n vet jingle. Die kan niet vaak genoeg gehoord worden. Welke jingle map? Dit is toch de jingle map? Ja, hij doet het niet. Goed nummer, though. Dit is ook heel fijn. Hij doet het gewoon niet. Ja, dat is als je die dingen weer weghaalt. Als je iets gedownload hebt en er zijn drie mensen aan het bellen, maar ik wil eerst jingle. Moet je dus dat jingletje weer helemaal vinden. Ja, dat ga ik nu doen. Dat maakt me niet uit. Dit is ook trouwens hele vette muziek. Dit is namelijk van Jurassic Park. Ook wel tof, ja. Echt heel vet. Hebben we allemaal een beetje zin in Jurassic World, jongens? Of in Lego Jurassic World? Daar heb ik wel iets minder van zin in. Wordt vast heel origineel. Met Lego poppetjes spelen en zo. I guess. Komt-ie aan? Heb je hem? Ik denk het wel. Niet alsof je het doet. Het is gewoon allemaal kapot. Nou, dan gaan we de eerste beller aannemen. Yo, Rick. Rick, met je enorme hoofd. Hallo. Goeiedag. Hey, Rickie. Ik hoor mezelf in de echo. Ja, moet je radio uitzetten. Hallo? Nou, jij hebt hem uitgezet. Ja, hij staat bij mij aan, ik hoor hem hoor. Maar ik hoor alleen maar geruis. Nou, Koen. Yo, Koen. Koen. Ach god, is het echt de aansluiting die nou mis is? Ik denk het, ik kijk wel even onder de tafel. Koen. God professionals. Allard. Ja? Hey Allard, wow! Hallo. Hoor je mij? Ja. Hoor je mij ook dubbel of hoor je me goed? Ja, ik hoor je goed. Oh, je hoort me niet dubbel? Nee. Oh, dan doen we het helemaal goed. Oh. Nou, dankjewel. Dan hebben we het getest. Super. Dankjewel. Hey Allard, leuk dat je aan de telefoon hangt. Ja. Ja, wat is er?
Nou, ik wil vragen. Ja? Op welke console spelen jullie het meest? Xbox One of PlayStation 4? Nou, Tom, Wii U het meest. Lul toch niet, man! Hij stelt een serieuze vraag en je zit gelijk weer een beetje... Ja, ik speel het meest op Xbox One. Ik heb geen PlayStation 4. Zo. En jij, Allard? Ik speel PlayStation 3. PlayStation 3, ja, ik speel... Ja, oké. Okay. Ik speel PC en Xbox One. En PlayStation 4 en Wii U. Oké. Okay. En PS Vita. Ja, maar het is ook Peter, echt waar. Peter speelt op alles, ja. Hij heeft de money. YouTube money's, hè? Dus, had je nog meer vragen, Allard? Nee, eigenlijk niet. Allard was vanmiddag bij ons. Aan de deur. Jij was niet meer ene met die banaan, toch? Nee. Nee. Wat? Oké. Okay. Nou. Hey, bedankt voor het bellen, Allard. Vind je het leuk om te luisteren? Ja. Ja. Nou, hou dat vast. Yes. Later. Ja. Oké. Okay. Hoi. Doei. Ja, Koen. Koen. Hoi, nu doet hij het wel. Yeah, yeah. Ja, ik dacht elke keer het ligt aan mij, maar het lag helemaal niet aan mij. Je bent als een soort stoorzender. Ja, ik had je in de wacht gezet. Ja, we moesten even kijken of iemand anders het beter deed. Dan is goed. Hoe is dat, jongens? Goed. Lekker. Een beetje hectisch allemaal. Hectisch? Zo hectisch? Ja, dat is omdat we nou Gamers dat Radio hebben. We moeten nog een extra video review doen. En ik dacht eigenlijk, we nemen vorige week al de MSI laptop op. Dus het zijn allemaal, intern is het allemaal een beetje gedoe. Maar geen zorgen, we blijven gewoon lekker doorstreven. Het komt allemaal goed. Zo. Vanavond kun je relaxen. Daar heb ik serieus wel echt zin in. Meestal is streamen heel hectisch. Omdat je dan, ik moet weer op tijd live en ik heb beloofd dit en dat. En het moet allemaal dingen goed zetten. Maar Minecraft weet ik gewoon, is gewoon zitten en lullen met jullie en lullen met de chat. En gewoon, waarom? Gewoon no worries. Gewoon misschien een beetje reggae aan of zo. Gewoon echt precies hoe ik het wil hebben eigenlijk. Dus ik heb er zin in, man. Jij bent er ook bij, hè? Ik ben er ook bij. Sowieso. Yes! Oké, okay, vet. Ik heb 3 dingen te zeggen. Oh, 1. Peter, allereerst gecondoleerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Nummer 2 was Sebastian, die loopt de hele tijd te zeggen shout-out naar de Xbox crew, dus bij deze. Ja, het is een beetje alsof je op de radio de groetjes doet aan je moeder, hè? Ja, mijn moeder is nou aan het roepen, dus ik... Hoi, mam! Ja. Kom via de radio nu! Ja, shout-out voor de Xbox crew. 3, ik heb gisteren The Witcher besteld. Gefeliciteerd. Oh, nice. Op Xbox One. Ja, ik heb besteld. Bij de Mediamarkt. En 4, Peter, hoe lang heb jij eigenlijk al in The Witcher zitten? En wat zijn jouw ervaringen ermee? Ik zit helemaal nog niet zo heel lang in The Witcher. Helemaal nog niet? Nee, ik ben level 6 of zo. Ja, maar ik heb er geen idee van, maar... Jij weet ook wel dat ik heel veel werk, hè? Dus dan heb je heel veel tijd voor spelletjes. Ja. Maar level 6, ik weet niet. Ik vind het heel vet en ik vind het heel mooi en ik vind het best wel leuk. Maar het is geen Fallout of Dragon Age. Nee, dat zal het ook nooit worden. Nee, ja, dus ik weet het niet. Ja, nou, dan is dat voldoende. Ja. Toch? Ja, nee, maar ik vind wel, ik ga wel doorzetten, want ik vind het wel. Goed zo. Ik weet wel de potentie. Anders wordt Bas boos, hè, dat weet je. Ja. Ja, dat snap ik. Hey, jongens. Dankjewel voor het bellen, hè. Yo, tot succes, vanavond. Toch. Houdoe. Doei. Yo. Yo, hallo met Peter. Hi, met Mans. Hey, Mans. Mans. Hey, Mans. Hi. Hi. Gaat het goed? Ja. Oké. Okay. Maar Manfred. Nee, het is Mans. Ja. Hey, Mans, waar kan ik je mee helpen vandaag? Wat is hij? Nou, ik heb een vraagje. Ja, stel je vraag. Wat is de... Nou ja... De leukste of beste gratis game die jullie ooit hebben gespeeld? Loadout in mijn geval, denk ik. Ah, nee, gratis. Oké, okay, wacht. Echt helemaal free-to-play, hè? Dat je er niks voor hebt betaald. Ja, wel misschien met extra dingetjes die je in-game kan betalen. Maar gewoon echt dat je wel gewoon gratis kan oppakken op Steam of zo. Ah, oké. Okay. Nee, dan denk ik dat het voor mij Loadout of Worm is. Loadout kennen mensen. Worm kent niemand. Maar goed, dus een van die twee. Ik ken Worm. Peet, denk ik. Nee, ja, echt Worm. Gewoon, ja, ken je dat? Dat is ja, dat kent hij. Man zegt dat hij het kent. Dus dat geloven wij wel. Worm. Nou ja, is dat dat spelletje met gewoon van die wormpjes die dan op elkaar gelopen schieten? Nee, met niet doorvragen. Nee. Dat is ja, Worm. Nou heb je het fout. Dat is je had je mond moeten houden, ja. Man. Dus dan hadden we allemaal gedacht dat je het allemaal wist. Dat is Worms, als met een O. Het is Worm met alleen een U. Ik dacht ook aan Worms, net als Mans. Maar dat ik denk, is toch nooit gratis geweest? Ik hou mijn bek wel. Ik denk, dan lijk ik slim. Dat weet ik veel. Het is Worm Online. En nee, het is niet Worms, maar dat denkt inderdaad iedereen. Of Loadout. En ik denk dus dat Peter nog nooit een free-to-play game heeft gespeeld, eigenlijk. En
En volgens mij, gezien zijn houding en zijn lachje, denk ik serieus dat ik gelijk heb. Ik heb wel heel veel Candy Crush. en boekwurm. 2087, wat is dat ook weer? 2084? 2048. Heb ik heel veel gespeeld. Peggle is niet gratis. Nee, ik heb nou die ene game ontdekt. Wat speelde ik nou vorige week? Wat de Dutch Terms ook altijd speelt. Huh? Minecraft. Minecraft? Oh, nee. Happy Wheels. Happy Wheels vind ik ook heel erg leuk. Daar ben ik een beetje verslaafd aan. Echt? Ik zit gewoon heel de middag te Happy Wheels. Je bent echt 2 jaar te laat. Ja, I know. Maar ik kom net in dat YouTube-wereldje, dus ik ben dat nu allemaal aan het verkennen. Oh, dus over 8 jaar ga je ook Minecraft spelen, begrijp ik. Dude, ik heb van de week het lied 1, 2, VCM Skinny Jeans ontdekt. Oh my god, je loopt echt ik zo loop 8 jaar achter. Ik loop 7 jaar achter. Oh my god. Maar dat maakt niet uit, het is de tweede jeugd, zo vet. Echt, over een paar weken komt Peter hier in Gamers het Radio. Ik heb iets ontdekt, jongen, moet je allemaal proberen? RuneScape. Ah. Habbo Hotel is de shit, jongens. Habbo Hotel is de bom. Nee, maar RuneScape... Oh. Ik ben altijd te intelligent geweest voor RuneScape. Oh my god. Bedankt, Mans. Je brengt veel naar boven. Ja, maar kijk, ik zit nu op Worm en dan krijg ik een of andere Yu-Gi-Oh! Kaarten of zo. Nee, het is Worm Online, of gewoon Worm moet je volgens mij googlen, denk ik. Alsof het een fucking MMO is. Het is een MMO! Oh, het is een MMO! Je bek, man. Het is een MMO! Het heet Worm! Het heet Worm, het is een fucking goede MMO! Oh ja, ik zie hem. Die is het. En ik zweer het je, het ziet er niet uit, maar als je het met maten speelt, kun je echt dagen erin kwijtraken. Het is echt, heb ik super veel gespeeld. Dat of Loadout. En voor Peter is het dus duidelijk Candy Crush. Nou. Fucking vet. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel voor het bellen, Mans. Goeie vraag. Nee, echt serieus, Mans. Hele goede vraag. Meestal krijg je, wat is je favoriete game? Dus ik vind dit een hele leuke vraag. Nou, hartstikke leuk, Mans. Bedankt voor je bijdrage. Hebben we jou ook gezien van het weekend of niet? Nee, ik ben te skeer. Ah, oké. Okay. Ja. Dag, skeer, Mans. Doei, doei. Daarom tot vraagt eens. Hij ook om gratis games, hè? Ja. Yo, Efdomos. Hoi. 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 Ja, Salim zit in de wacht. Wacht even hoor. Salim. Hallo. Blijf hallo. Even hangen. We werken. Kan ik horen? Ja, maar we werken eerst even Efdomos af. Klinkt heel fout, maar oké. We komen zo bij je. Ja. Yo, is cool. Ja. Hè, nog nooit zoveel Skype-gesprekken tegelijkertijd. Dat is altijd als ik ben. Oh god, volgens mij... Yo, Efdomos. Is het een groepsgesprek? Volgens mij zitten we in een groepsgesprek. Efdomos. Oké, okay. Hoi. Hoi. Willen iemand allemaal je radio uitzetten? Ja, iedereen die ook kijkt live. Leuk dat je er bent. Zet de stream uit. Dus, oké, dan die van Salim, denk ik. Oké. Yo, Efdomos, wat kan ik voor je doen? Ja, Broek uit. Oh nee, sorry. Jezus. Salim staat aan. Jezus Christus. Mooi. Salim, je bent er ook bij hoor. Maar, ja, dat snap ik. Scheld gewoon hardop. Maar het is een conference call. Ja. Stelt u vragen nu. Nou, Efdomos, stel je vraag maar. Nou, wat voor vraag mag het zijn? Mag ook, een, vraag. Mag ook een verhaal zijn over super wat persoonlijk. Je hebt beleefd of weet ik veel. Nou, wanneer werd je het eerst ongesteld, Tom? Oké, we gaan naar Salim, denk ik. Efdomos, als je nog antwoorden. Ja. Wanneer was je voor het eerst een rode kwats? Aan de rode kwats. Het was een woensdag. Ja. Het was woensdagochtend. Nee, maar ik heb wel op zich gevraagd. Nou, stel een vraag dan. Echt, okay, ja. Nou, dat er willen mensjes die nu aan het luisteren zijn, eventjes op de Teamspeak van... GamesNet heet we, ja. Gewoon, ja, de mensen in de chat eventjes wat vaker online komen, zodat ik Level 2 kan doen, want ik ben een hele egoïstische lul. Oké. Dankjewel, Efdomos. Helemaal geen ik vind rare het wel, informatie, ik wist het ook allemaal al. Ik vind het ook goede zelfkennis. Ja, dankjewel. ts.gamersnet.nl is onze Teamspeak, daar kun je altijd in. Efdomos zit er nu nakend op jullie te wachten, om lekker te spelen met jullie. Dankjewel, Efdomos. Later! Later. Okay, doei! Doei! Salim! Yo. Gaat goed? Ja, ik heb niet echt een... Ja, prima met jullie. Lekker. Ja goed. Hé, een foto van jou in de trein zie ik ook. Is dat een foto in de trein? Wat is er met mij? Oh, dat is niet in de trein. Dat is gewoon... Jij woont in een, op een zolderkamer. Ja, dat klopt. Dat zie je echt goed. Show waarom zijn we nou Salim's profielfoto aan het stalken? Ja. Oh my god. Ja. Ja, trouwens, allereerst even voor Michiel, laat ik het ook persoonlijk doen. Goede review, top review. Goede review, Michiel. Ja, ik denk dat heel veel mensen het met me eens zijn, maar... Hij zegt dank je. Nou, graag gedaan. Hij zegt ook graag gedaan. Ja, maar ik heb niet echt een vraag of zo. Het was meer een ding wat ik deze week heb eigenlijk gedaan. Daar zal Peter heel blij mee zijn. Ik ben naar een
een elektronica winkel gegaan. Ik zal geen dikke reclame maken. Jawel, welke dan, Mediamarkt? Ja. Ja, 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 ja. Had ook niet anders gekund. Was je bent er niet aanbieding, gek. Aanbieding, drie halen, twee betalen. Hartstikke. En een maat van mij wilde ook Witcher hebben. Dus we hebben allebei Witcher gehaald. Maar moest ik ook een derde game kiezen. En we zijn voor Dragon Age Inquisition gegaan. Ah. Dus. Sorry, wat, nog een keer. Nog een keer. Goed op aan het letten. Was ja, echt was... een verhaal voor jou, nee, Peter. Leuk, sorry, dat je gewoon even nee, ja, naar porno zat te kijken op je MacBook. Zo waar. Nee, het was drie halen, twee betalen. Maat en ik wilden allebei Witcher hebben. Ja? Dus dacht ik, gratis derde game erbij. Toen hebben we gekozen voor Dragon Age Inquisition. Gefeliciteerd. Ja, ja, ik dacht echt om jou te pleasen. Ik zag maar, weer, wacht even, want je komt nou in een soort moeilijk parket. Want jij hebt zowel The Witcher 3 als dan Dragon Age Inquisition. Ja, maar weet je wat ik ook heb? Nou? Examens net gehad en ik heb een hele lange zomervakantie. Dus dat moet wel goed. Ja. Hoe heb je examens trouwens gemaakt? Voor mijn gevoel goed. Ja, ja. Heb je wat gehad aan examentips van GamersNet? Ja hoor, tuurlijk. Ja, ik merk wel dat mensen er vaak veel aan hebben hoor. Dat ze net dat antwoord dat ze nog net misten, dat ze dat net uit die examenhulp kunnen halen. Ja, tuurlijk. Ja, er waren een aantal vragen dat ik wel ook echt dacht van, zo god, gelukkig heb ik gespeeld. Ja, wow. Ja, maar ook andere, ja, dat hoor ik vaker. Ja. Maar hartstikke goed, Selim. Hartstikke maar, goed. En, maar wat ga je nou als eerste spelen dan? Ja, dat is het een beetje. Ik denk Witcher. Ja. Maar het zit eraan te komen. Ja, want The Witcher is 250 uur. Dragon Age ook wel 150 uur. Dus je bent wel even zoet. Ja, daarom. Ik dacht van, nou, twee games waar je echt veel in kwijt kan. Dat is wel handig. Ja. Oké, nou, ik vind het echt helemaal goed. Welkom in bij de groep. Bij de club. Ja. En nice. Selim, onthoud dat dit de langste vakantie van je leven is. En dat je nooit meer zulke lange vakantie gaat krijgen na deze. Nee. En dat het ook nooit meer zo leuk wordt. En dat je vanaf hier eigenlijk één rechte lijn naar de dood moet wachten tot de dood je komt verlossen. Ja, en als je nou dacht van, oh, na de middelbare school, dan heb ik zeg maar pas minder verplichtingen. Dat is dus gelul. Vanaf hier wordt het alleen maar meer verplichtingen en alleen maar meer. Ik weet het. Maar dat moet goed komen. We zijn allemaal gebroken, Selim. Maar als je denkt dat het goed gaat komen, blijf lekker in die waan, joh. Dus geen probleem. Ja. Nee, ik blijf daarin geloven. En, is goed. Dank we gaan het zien. Bedankt voor het bellen, man. Ja, is cool. Ja, man. Hopelijk tot vanavond. Ja, ik ben er denk wel bij, maar ik heb geen Minecraft voor de Xbox. Dus nee, ik weet het, maar misschien in de chat of zo. Ik weet niet. Kan gezellig zijn. Is goed. Cheers, man. Tot vanavond. Yo. Later. Hoi. Later. Hey Rick, je kan bellen hoor, want ik heb nog even Jascha aan de lijn, maar daarna ben jij aan de beurt, want Rick belt ook heel de tijd, die zit er net maar. Hey Jascha, kijk eens wat ik hier heb. Hallo. Kijk eens wat ik heb. Kijk eens in de camera dan nu, kijk eens in beeld. Kijk Het duurt nog 30 seconden voor ons. Ik moet hem nog opsturen, maar ik had geen tijd, want ik was hier maandag, maar dat was natuurlijk fucking tweede Pinksterdag. Ja, dus snap het. Dus maar het komt goed, of was dat niet waarvoor je belde? Ja, nee, ja, ik wist niet dat de radio nu was. Maar... Nee, het is een keertje anders. Ik heb vrijdag een begrafenis en... Bij mij is het wel echt. Ja, ik zag het net pas op Twitter en ik was de hele middag weg, dus... Ach, jij hebt nou toch een stukje kunnen meepikken. Ja, dus ik dacht, ik moet toch even bellen. Ja, nou helemaal goed, dankjewel. Heb je ook een vraag? Nou, ik wil tegen Tom zeggen. Oh, yo. Zaterdag zou ik naar Duitsland gaan, maar dat gaat helaas niet door. Zaterdag? Oh, inderdaad, je zou naar Duitsland gaan. Hoezo gaat dat niet meer door? Ja, er had een hele groep afgebeld en dan gaat het niet door. Ah, jammer. Duitse autobaan is zo fijn. Kun je gewoon lekker hard rijden. Maar ja, oké, dat houdt dan op. Dus jammer voor je. Zou je zaterdag die livestream kunnen doen als je wilt. Dat is misschien wel een betere dan inderdaad, ja. Ja, ik zit even te denken of het om zaterdag kan gaan worden. Ik zit een beetje druk nou de laatste tijd, maar ik ga iets proberen. Is goed. Een want ik ga in plaats van dit weekend, ga ik volgend weekend naar Disney. Oh, oké. Dus dan moet ik het niet volgende week doen. Nee. Er zijn in één keer wel heel veel mensen die vragen naar die Viva Piñata stream. Dus ik heb het idee dat ik hem snel moet doen, anders is het echt riot. Ik word altijd gek in Disney. Er komt altijd zo'n gozer in zo'n groot pak die met mij op de foto wil. Zo irritant. Ja, dat is wel zo'n fan, hè? Van die oren en van die neus. Echt super vervelend. Ja, die fans worden steeds raarder. Ik blijf van me af, smeerlap. Ja, nee. Smeerpijp. Ik snap het. Nou, bedankt Jascha. Yo. Later. Yo, hoi. Ik ga Rick gewoon terugbellen, want ik vind het zielig voor Rick, want die zit elke keer te bellen als iemand anders belt. Dus ik ga nou Rick bellen. Rick, ik kom eraan hoor. Joehoe!
Hey. Zo, hi hetero Rick. Goeiedag. Ja, dat klonk erg mannelijk wat je daar deed. Ja, een beetje Bear Force One. Ik, ja, ik heb ook een hele mooie zangstem, zeg maar. Zangstem. Ik heb jou, ik heb Rick zijn filmpje gezien op YouTube. Rick is best goed op YouTube, hè? Rick heeft een trailer waarin hij playback komt, een liedje nadoet. Ik moest er heel erg om lachen. Hoe heet het liedje, Rick? Moet ik even nadenken. Okay. Dat is van Pitbull volgens mij. Time of Our Lives of zoiets. Ik moest heel erg om jou lachen, Rick. Nou, dankjewel. Maar ben je dan ook iemand met de droom om YouTube money's te krijgen en te knol te worden? Ja, YouTube money's zou niet verkeerd zijn natuurlijk. Nee. Maar op dit moment 700 abonnees, daar kun je nog niet zo heel veel mee, zeg maar. Nee, heb je er al 700? Geloof ons, ook 4000 kun je ook niks mee. Nee, ik reed mee hoor, met 4000. Ja, ik probeer te groeien, maar het is lastig op YouTube. Want ik bedoel, er zijn natuurlijk zoveel mensen die ook gamekanalen hebben en zo. Dus, het sowieso de YouTube moet sowieso blijven doorzetten. Nou, maar het is verzadigd. Je moet echt iets compleet anders hebben of viraal gaan, anders kom je er nooit. Dat bijvoorbeeld Gamers at Radio. Precies. Gamers at Radio is heel uniek, maar dat is het minst bekeken ding op YouTube. Van wil ons. Niemand. Nee, niemand heeft er zin in om een uur naar ons te luisteren. Terwijl, dan worden wij nog gebackt door de grootste YouTubers des lands. Des lands. En dan is het nog moeilijker, Rick. De voorheen grootste, maar. Jij bent ook zo kritisch. Oké. Okay. Ik ben reëel. Ten eerste wil ik even Tom persoonlijk bedanken voor de GoatC-code. Alsjeblieft. Dus, cheers, man. Ik hoop dat je er veel plezier mee hebt. Ga je er ook een YouTube-video van maken? Want het is wel een game echt onleuk. Dat was ik wel van plan. Ik heb hem nog niet gespeeld, maar ik wil hem pas spelen als ik daar ook een video van ga maken. Ja, dus dan zal ik dat want dan heb je spontaniteit te pakken. Van hoe dat je echt denkt van, what the fuck is dit? Want het is echt zo'n let's play game, ja. Ja. Als je hem serieus maakt, stuur hem even op. Want dan kan ik zeg maar zien wat voor effect ik op iemands leven heb gehad door iemand de GoatZ-code te gunnen. Dat is wel vet. Oké, ik ben benieuwd wat voor game wordt. En verder. Ik heb Peter nog niet gehoord over de nieuwe Assassin's Creed. Ja, dat wil je al heel lang, hè? Ja. En ik heb Gamers in het Radio wekenlang ontweken. En ik dacht, ik ga nou een keer op woensdag, want dan zal die Rick wel niet kunnen. Want dan gaat hij die vraag niet stellen. Nee, een schapje. Barst los. Hele slechte grap. Assassin's Creed. Ja, ik vond het heel erg op Unity lijken. Ja, ik ook. Dat was ook gelijk mijn eerste. Dat was wel en daar heb ik ook wel een beetje een issue mee. Ik had wel het idee dat de straten groter zijn. Ik vind de voertuigen ook wel vet. En ik vind wat ik het vetste vind is het vechten. En ik hoop dat het echt wel een beetje zo doorblijft. Ja, het vechten zag er wel tof uit. Super bruut vooral. Hard. Ja. Wat ik wel jammer vond is van, die livestream van 20 minuten eigenlijk stelt het gewoon niks voor. Ze hebben amper iets laten zien, dus dat vond ik wel jammer. Ik had er wel wat meer van verwacht. Ja, nee, ja, maar wat wil je? Weet je, kijk, daar hebben we het vorige keer over gehad in de Hot Coffee Show. Toen Assassin's Creed nog echt, nou het is nog steeds heel groot hoor, maar toen we allemaal een wow-effect hadden. Dat was toen elk deel werd aangekondigd echt met de protagonist. En het werd heel erg, weet ik veel, cinematisch aangekondigd. Van dit wordt de game. Het gaf veel meer de vibe van de game weer dan de gameplay. Want de gameplay is toch elke game wel redelijk hetzelfde. En dat vinden we allemaal heel vet. Alleen waar Assassin's Creed zich per deel op zou moeten onderscheiden is veel meer de vibe van de tijd en de tijdgeest, et cetera. Ja, maar wat ik jammer vond is dat ik deze keer dat wow effect ook nog niet gehad heb. Nee, heb ik ook niet. Ja, ik vond het, ja, het lijkt op Unity, denk ik. Ik had er meer van verwacht. Ja. Want zijn ook al, ja, we hebben natuurlijk ook maar één buurt gezien van de gameplay. En ik vond die buurt er best wel lelijk uitzien. En het leek ook totaal niet op de screenshots die al gelekt zijn, maar ja. Ja, nee, ik ben ook nog niet overtuigd. Nee, dus ja, ze moeten sowieso weer terug naar toen het deel 3 was en ze echt op de protagonist focusten en het echt iets nieuws deden. En dit had ze, ja... Iets nieuws, dat is alleen deel 1 geweest, hè? Hè? Het is echt zo'n gelul. Dat is gewoon, en ik vind het... Wat was er zo nieuw aan 3, wat niet in 2 en 1 zat? Gewoon de hele vibe van het jagen en de hele vibe van... En dat was ook de Amerikaanse burgeroorlog. Als ik zeg van het is nieuw omdat er een andere vibe in zit, zeg je... Oh, zweverige kut hippie op, rotte Life is Strange is nieuw omdat er een vibe in zit. Rot toch op! Maar als het Assassin's... Ja, sorry. Nou, het zijn geen pilletjes, maar... nee, maar dat vind ik een beetje hypocriet, Peet. Ja, goed, ik hou gewoon van Assassin's Creed. Ik hou ook van Assassin's Creed, maar ik weet het niet met deze game. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Maar ik vind ook dat wow-effect, dat vermindert ook. Omdat ze echt zoveel games aan het uitgeven zijn de laatste tijd. Dit wordt dus eigenlijk de derde in een jaar tijd. Assassin's Creed.
Ja, het, ja, is, klopt, het ja. is nou toch de 2 per jaar, toch? Is een beetje Ubisoft streven. Nou, het idee met Rogue en Unity. En dan krijg je nou dus... Oh ja, oh ja, oh shit, Chronicles er ook nog bij. Ja, dan zit je inderdaad op 3 per jaar. Het is allemaal veel te veel. Jezus, Ubisoft, calm them down. Die mogen een chillpil nemen, niet ik. En ik denk dat je pas weer een wow-effect hebt als ze gewoon, ja, net zoals met Far Cry of zo, 1 keer in de 2, 3 jaar. Nee, maar oké, dat is natuurlijk gelul. Dat iedereen zo positief is over Far Cry 4 is echt wat ik helemaal niet begrijp. Want dat is gewoon echt Far Cry 3.5. Ja, maar dat zeiden als er één game niet vernieuwend is, dan is het wel Far Cry 4. Maar bij Far Cry 4 heeft iedereen zoiets van, ja, dat is een vette game en dan mag het allemaal. En als... Omdat Far Cry heeft tot nu toe 1 keer zo'n copy-paste verhaal gedaan. En Ubisoft doet nou met Assassin's Creed echt en Far Cry 1 keer per jaar. Far Cry 4 zag er ook heel goed uit, vond ik. Ja, maar niet veel beter dan 3. Nou, Far Cry 4 was wel de eerste op New Gen en 3 niet. Dus dat zit wel een sprong in. Een upgrade van 3. Dat Black Flag zag ook fucking vet uit op New Gen. Ja, dat klopt. Ja. Black Flag was echt mooi. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, oké. Nou goed, maakt niet uit. Ik weet, het is nog niet zo'n bevredigend antwoord, maar ik heb de game net zoveel gezien als jij. Dus we weten het ook gewoon nog niet. Dat wordt afwachten, wat ze op de E3 laten zien. Ja. En er waren geruchten dat dit jaar misschien Watch Dogs 2 aangekondigd zou worden. Op de E3? Nou, geruchten, nou, ga er maar vanuit. Denk je? Op de E3. Maar het... Nu al? Nee, niet, gaat nu, het dan ook nu. Weer niet te snel? Nee. Ik denk op E3 misschien een teaser of zo. Maar ik zou er wel van uitgaan dat er een Watch Dogs 2 komt. Gezien die hype van het eerste deel. Watch Dogs 1 is ook een fucking vette game. Ook iets wat niemand begrijpt. Maar goed, ik sta op de payroll van Ubisoft. Dus ja, ik moet dat zeggen. Ja, ik ben Microsoft. Nou, Ori in the Blind Forest. Vond ik een prima game. Maar toch, ze hadden iets te veel gehyped, denk ik. Want ik had er zelf ook wat meer van verwacht. En de... PC-optimalisatie was gewoon heel slecht. Van Watch Dogs? Ja. Oh, dat weet ik vond wel. Wat ik nu heb is... ik heb echt de laatste tijd... soms sta ik er nog wel eens op, gewoon voor het lol. Maar dan heb ik lag. Joh, dat wil je niet weten. Terwijl ik dat eerst gewoon niet had. En ik moet de graphics steeds lager zetten. Verkloot. En ik begrijp het gewoon niet waarom... Ja. Okay. Waarom die steeds slechter gaat lopen bij mij. Ja, dat is stom. Maar dat is wel een beetje Ubisoft met PC-games, hè? Dat is nooit heel goed. Nee, helaas. Nee. Nou goed, dan moet je... Ja, oké, okay, sorry man. Je hebt ook weer mod voor de PC, waardoor die er beter uit gaat zien. Ja. Daar is niet meer Ubisoft te doen. Dat hoort niet meer bij de game, zeg maar. Nee, precies. Dus... Dat is het dan weer niet. Maar ik heb ook een van die mods geprobeerd. En het zag er in 1 keer een stuk beter uit. Ik snap niet waarom Ubisoft dat allemaal weg heeft gedaan. Dat snap ik ook niet. Misschien moeten ze maar zouden ze dat gedaan hebben doordat ze hem eerst bijvoorbeeld op de Xbox One, PC en PlayStation 4 wilden uitbrengen en toen dachten van oké, we willen hem ook voor de Xbox 360 en PlayStation 3 hebben en de Wii U. Laat ze de graphics dan omlaag halen zodat ze ook daarop gewoon goed kunnen draaien. Ik denk dat je niet eens heel slecht zit. Nee, dat is inderdaad is het vaak wel dat ze zeggen ze hebben 1 eik versie. Maar ik begrijp niet zo goed waarom iedereen Watch Dogs zo lelijk vindt. Want ik heb de game laatst nog eens opgestart op mijn PlayStation 4. Die game is gewoon best wel fucking mooi. Ja, maar het is niet zo mooi als die trailer. Het dat rijdt het als ding. Een natte krant. Dat weet ik. Maar het is wel mooi. Nee, maar dat is weer een ander aspect. Wat maar inderdaad, niet zoals in de trailer. Nee, maar welke game ziet er wel uit als in de trailer? Nee, oké, maar dat was daar wel echt een significant dat is waar. Verschil. Alleen, als mensen zeggen, ja, het is een lelijke game, dan lieg je gewoon. Watch Dogs is geen lelijke game. Het is niet lelijk. Ja, misschien op Wii en de vorige generatie. Maar nee, inderdaad, het ziet er nog steeds prima uit op PlayStation 4. Maar het is zo lame dat je dan die E3 trailer ziet en denkt, wauw, en dan ga je het spelen op je nieuwe PlayStation 4 van precies €600 en dan is het zo van, jammer. Oké, ik lees net in de chat Rick afkappen, dus... het is ook 5 uur, we gaan ook stoppen. Dus dankjewel Rick voor je bijdrage. Tot de volgende keer. Yo, tot de volgende keer. Nou jongens, ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het een leuke aflevering. Het was een bewogen, enerverende, rare aflevering. Ja. Dat even dat dit Avengers soundtrack is. Dat is het ook. Is dit... Ja, zeker. Nee, echt? Nou, ik doe gewoon de movie stock shit. Oh, wat vet. Wacht, kunnen we even genieten van deze terwijl we eruit gaan? Oh, dat is heerlijk, man. Nice. Jongens, bedankt voor het luisteren deze week. Sorry dat het een keertje woensdag was. Volgende week vrijdag zijn we er natuurlijk weer. En... Tussen 4 en 5. Gamersnet Radio op twitch.tv/gamersnet.nl. En later ook terug te vinden op iTunes, Gamersnet en YouTube. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer! I'm always mad.